saw some of the worst violence, with hundreds killed in the capital of Bangui. Zika and his family, like other refugees here, feel almost abandoned. They can only pray for more aid and hope that the world has not forgotten. Het dilemma in deze film is volgens mij een van de grootste dilemma's die waar we nu als westerse wereld mee geconfronteerd worden. Is dat wij hebben rijkdom en er zijn heel veel landen om ons heen waar mensen die rijkdom niet hebben. En wij willen heel graag onze rijkdom delen. Maar met enkel het geven van onze rijkdom aan de mensen die het minder hebben, daar lossen we het probleem niet mee op. They're robbing the truck! Maar het alternatief niet geven en je rug toekeren, dat vind ik, is tegen je menselijke natuur. Je wil helpen, maar met je hulp wordt niet het goede bereikt. De twee hoofdpersonen van de crisiskaravaan, aan de ene kant Nkosi, die al jarenlang werkzaam is in de hulpindustrie. Aan de andere kant Vincent, een Nederlandse zakenman. Zij staan eigenlijk voor twee tegengestelde meningen. De ervaren, door schade en schande wijs geworden, hulpverlener. Aan de andere kant heb je de idealist. En toen kwam ik op het idee, wat als de film een soort van verslag is. Dus iemand is mee, die heeft ook niet zo vaak een camera in handen gehad. Je ziet de meest mooie zonsondergang aller tijden. Bij een speelfilm is het onmogelijk om daar nog wat mee te doen. In dit geval, je stopt ergens midden op een weg, je springt over een hek, je rent een weiland in en je filmt het gewoon. You know, who's checking on you and on what you are doing? What's your going on here? Well, the donors. The donors fund them. And if this NGO is not doing well, they cancel the funding. Je mag als donor mag je kiezen, waar geef je geld aan? Geef je aan die ramp waar op dit moment alle pers naartoe gaat, waar alle kranten van volgeschreven worden, wat je op het nieuws ziet? Nee, daar wil je deel van zijn. Maar dat ene plekje waar een grote ramp is, maar waar niemand iets over leest en niemand iets over hoort, dat is op de een of andere manier is, ja, hoe zeg je dat? Dat is niet trendy om daaraan te geven. Dus wat doet iedereen? Iedereen die hobbelt, als het ware, achter de grote crisis. En vandaar ook de titel De Crisiskaravaan.